cornerkamp van Gabriel Missioui. Kan ook op het middenveld spelen, zei Heitinga. En nu vanaf de rechterkant. Hij weet die bal aardig de 16 in te krijgen. Het schot is van Piri, maar makkelijk te keren door Schendelaar. Huiberts, de 16 in, terugleggen. En dit is een uitgelezen mogelijkheid voor Lennart T. Je zou zeggen, dat is vanaf die positie toch niet heel ingewikkeld om de hoek te zoeken. Maar T speelt hem rechtdoor. En daar stond die keeper geposteerd. Van den Berg. Iets te gretig gehapt door Regeer. Bal gaat richting T. Verdedigd door Kikpiri. T. En dan een schot. Ja, in de korte hoek. En is die bal losgelaten. En vervolgens goed in de blok. Heel snel de Graaf. Om de goal van Huiberts te verijdelen. Want die kreeg de volgende kans. En daar, oh, weer een redding van de Graaf. Kans was van T. En zo heeft Peck in de beginfase toch een paar stevige kansen al gekregen. De volgende is daar. En eerst Huiberts, daarna T. En voornamelijk de Graaf. Die lekker warm kan draaien, de keeper. Maar dit is ook een knappe redding. Kon hem nog net wegkrijgen. En daarvoor was er die dubbele redding. En daar moet hij hem laten lopen, de Graaf. Alleen dan wordt hij vervolgens door Gürlich overgekopt. Sterke fase van Peck. De Graaf. Er komt Schendelaar. En dan is hij daar te laat. En is dit een vrije trap? En hoe is dan de sanctie voor de keeper? Is dat rood? Of blijft het bij geel voor Schendelaar? Het is rood. Ja, er liepen nog mensen mee. Maar vaak is het heel snel dan de conclusie van de scheids. Daar moet je eraf. Als een verdediger op die plek zo'n dezelfde overtreding zou hebben gemaakt, is het verhaal wellicht anders. Maar hij met rood naar de kant, Jasper Schendelaar. Naar de overtreding die hij maakt op Christian Rasmussen. Hoe heftig is de overtreding? Doorgebroken speler, dat verhaal zal niet helemaal opgaan. Ja, het ziet er allemaal wat heftig uit. En Peck met 10 man verder. Gürlich is de pineut. Hij ook al met geel, dus dat kan ik me ook wel voorstellen dat je dat ook in je overweging meeneemt. En Hauptmeier komt dus in de ploeg. Vrije trap komt van Linsson. Daar is het druk, daar is het vol, daar is de mogelijkheid voor Aartsen. En de redding is van Mike Hauptmeier. Maar dan toch Peck met zijn tienen. Nou, dat is koppend best aardig. En een prima schot bovendien. Daar zo wordt het vuurtje even opgepookt door Van den Berg met dat schot. En even het contact zoeken met het publiek. Want Peck was natuurlijk al een tijdje niet meer in de buurt van het doel van de Graaf geweest. Die daar niet op kon reageren. Banel. Fitz Jim. Voor het schot, Fitz Jim. Hauptmeier. Achterin neergelegd. Oeh. Ja, protesten bij Lennart T. Omdat hij uit zijn shirt is getrokken. Ja, het bewijs is duidelijk, denk ik. Wat voor groot bewijs wil je hebben? Helemaal aan flarden getrokken, dat ding.
Dan kun je toch moeilijk zeggen dat er van een overtreding geen sprake was. Missoui. Warmer dan. Ja, Wanel. En dan is dit ook de mogelijkheid voor Piri. Die wat, ik wil niet zeggen traag van begrip is, maar die had met snelle handelen die bal toch binnen kunnen duwen. Bal komt niet voorbij die eerste paal. Dan is dit Van den Berg. En kan er nu op tempo worden gespeeld. Kashili. Tutorima komt erbij. Alleen op het moment dat daar dan twee mensen bij zijn, is er het balverlies. En kan Banel er namens Jong Ajax uit. Die legt terug op niemand. Ja, op Medunjanin. Er liepen twee mensen mee richting het doel. De naam was Erdon Nieuw van Jong Ajax. En nu krijg je dus dat het vrij open ligt aan beide kanten. Tutorima. Terug Van de Belt. Kashili. Velios. Tutorima. Medunjanin komt erbij. Medunjanin en schuift hem net naast. Ineens gaat het alle kanten op. En eindigt het met een schot van Haris Medunjanin. Slim duwtje van Velios ten opzichte van Giovanni. Medunjanin. Oh, die past. Haris Medunjanin. De man die sleurde als een gek. En hij die voor Dick Schreuder naar PEC Zwolle kwam. Hadden in Amerika samengewerkt. En Medunjanin zei, als jij ooit ergens coach wordt, vriend, bel me op. Ik kom. Ik help je uit de brand. En nu helpt hij Schreuder wel degelijk, letterlijk uit de brand. Met het schot in een wedstrijd die moeizaam verloopt. Omdat PEC al vroeg in de wedstrijd met 10 man kwam te staan. Medunjanin met een droge knal. Van ver. En dan valt hij binnen. En staat PEC Zwolle voor met 1-0. 80% balbezit voor Jong Ajax. Maar als je kijkt naar de schoten op doel, dat valt niet eens zo heel erg op. Het verschil, zoals het in balbezit wel enorm opvalt. In de score zelfs, de ploeg met 20% balbezit. Met 1-0 voor. Rasmussen en deze is voor Houtmeijer. Want de schoten die ze lossen zijn ook nog niet dat je zegt van de keeper moet gestrekt de hoek in. Banel. Piri. Die had voor de rust al 75 passes. Dat is ongeveer hetzelfde aantal na dus voorbij komen. Piri met een schot, Piri met een schot. En de redding van Houtmeijer voorkomt dat de man denk ik met het meeste balbezit hier ook de 1-1 aantekent. Banel. Er langs, er niet langs. Omdat Kashili natuurlijk ook een karaktermannetje is aan die rechterkant. Een harde werker. Zoals ze er een aantal hebben bij PEC Zwolle. Kashili loopt ook weer door. En daar is ook nog Belen notabene. En Belen legt hem er niet in. Waar Kashili mee was gelopen, die had de grootste kans gehad als die bal daar was gekomen. Maar Belen was zo ver dat hij het doel zag en zijn eigen geluk beproefde. Linsson. Linsson. Oh, wat een mooie goal. Wat een schitterende treffer van Linsson. Ja, onterecht kun je het niet noemen. Wat een prachtige goal. Van Christian Linsson. Ja, iedereen loopt achteruit. Dan krijgt hij inderdaad ook wel de ruimte om uit te halen. Geen druk op de bal. En dan is het Linsson met de 1-1. Voor de inlopers. Weggekopt door Bogarde. Rasmussen.
Nog een keer de gevarenzone in bij Piri. Belen met Landou mee. Nu met z'n vieren. Vier van PEC Zwolle. Landou is de man die je dan aan moet spelen. Landou neemt mee van de berg mee. En dit is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Snel gegooid. En nu weer terugleggen. 16 meter Kashili. En daar is het Milovanovic. Die er nog tussen kwam. Landou. Door op Tutuarima. Terugleggen zou kunnen. Kappen. Terugleggen zou kunnen. En daar op de bal op de paal. Davy van den Berg met de bal op de paal. En zo was PEC dichtbij. Alsnog de overwinning. Schitterend geschoten. En dan is de wedstrijd voorbij. En dan hebben ze hard geknokt. En is het bij 1-1 gebleven.